Good, Kelvin. Goedemorgen. Het is feest. Mijn naam is Kelvin. Dit is Nina. En we zijn hier met z'n tweeën. Hij staat scheef. Hoezo? Helemaal niet. Hij staat goed. Zo beter. En als ik nu zo zit, dan is hij weer. Nee, hij moet een beetje zo. Nee, je moet de camera die kant op zetten. Nee, hij is prima zo. Je moet het dus minder. Het is prima zo. Nee! Nee! Het is prima zo. Maar het is echt autisme nu. Hij staat niet recht. Ja, we zitten goed in beeld. Nee, hij staat niet recht. Kijk, dat ding staat toch zo? Ja, maar daar staat toch dat ding. Nee. Moet je... Dit was de allerbeste opening van een video ooit. Hey, mijn naam is Kelvin. Ook wel bekend als het vriendje van Nina. Wij zijn hier vandaag met z'n tweeën. Het is 2019. Het is een mooi jaar. Wij zijn allebei zielsgelukkig of niet? Zielsgelukkig? Ik ben wel gelukkig. Nee, nu wel echt, want nu zitten we in Thailand. Op het moment dat je dit ziet, zijn we niet in Nederland en denken we helemaal niet aan YouTube. Yeah, boy! Ja, je denkt sowieso al aan YouTube. Ja, oké, dat is waar. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb wat leuks bedacht vandaag. Namelijk, ik heb Nina uitgenodigd om een goed gesprek te hebben. We moeten even praten, ja. Reflecteren op onszelf en op elkaar. Ik heb dit niet bedacht. Nee. Ik heb ook nog niet gezegd dat jij het bedacht hebt. Ik spreek volledig vanuit mezelf nu. Ik vind het goed om in een relatie, we zijn natuurlijk al lang bij elkaar, we zijn al 6 jaar bij elkaar. Grapje. Jij hoopt wel eventjes. Nee, wij zijn al 8 jaar bij elkaar. Nee. We zijn 7 jaar bij elkaar. Het is goed om eens in de zoveel tijd een evaluatiegesprek te hebben. En dat moet op camera blijkbaar. Nee, niet een evaluatiegesprek. Maar gewoon, ik dacht, misschien is het leuk. Wij heel vaak zeggen hoe leuk we elkaar vinden en hoeveel we van elkaar houden. Lang van kort, het leek mij goed om even van elkaar te vertellen wat er eventueel beter zou kunnen in onze relatie. En dat betekent niet dat het slecht gaat. Totaal niet, want wij zijn super gelukkig. Ja, maar jij kan hebben toen jij zegt, willen we een video opnemen waarin we gaan zeggen wat we beter moeten doen in de relatie? Toen dacht ik echt, joh, als je me iets wil vertellen, nee. Mag je het ook gewoon doen, hè? Nee, ik dacht, weet je, het is gewoon goede voornemens. Ik heb geen goede voornemens dit jaar. Dus ik dacht, misschien heb jij goede voornemens voor mij. En andersom ook. Oké. Ja, want het is toch belangrijk dat je naar elkaar luistert. We hebben van elkaar 5 dingen bedacht die eventueel beter zou kunnen in de relatie. En dat betekent niet dat het per se moet, of dat je het uitmaakt als het niet gebeurt. Tenminste, ik hoop het niet. Maar we elkaar wel misschien even van bewust kunnen maken. En misschien dat we dat dan meenemen in onze relatie, of niet. Je mag het zelf, niet. Ja, je mag het zelf bepalen. Ik zal het ongetwijfeld of... Maar ik kan niet tegen me zeggen, oh, ik vind dat je neuscorrectie moet doen ofzo. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, je weet ook dat ik dat wil. Of nee, toch niet. Laten we eventjes de tijd nemen om te zeggen wat we zo fijn vinden aan de relatie. Nou, als ik die relatie niet fijn vond, dan was ik niet bij je. Nee, maar... Toch, dat is toch zo? Waar is de romantiek? Waar is het gevoel? Maar ik wil even wat voorzeggen. Ik vind het eer om al 7 jaar en 3 maanden een relatie met jou te hebben. Ik vind het super gezellig. Ik vind jou super grappig ook. En ik vind het fucking leuk, dat wil ik even zeggen. Maar nu gaan we elkaar kapot maken. Ja. Oké, wie moet beginnen? Steven Schaak. Maar wie moet nu beginnen? Ja, jij mag bepalen wie begint. Je mag wel loslaten. Ik begin wel. Oh boy, let's get this going. Nou, we hebben 2 poesjes. En ik vind dat je die poesjes meer aandacht moet geven. Hoezo? Ik geef ze aandacht als jij dit ziet. Vanochtend was ik om 6 uur wakker en heb ik 2 uur lang met otjes over mijn schoot zo. Nee, maar die poesjes zijn echt mijn alles. Echt mijn beste vriend. Ja, maar ik geef ze toch ook aandacht? Nee, maar soms vind ik het echt dat ik denk, oh, ligt ze zo cute op de bak en dan loop ik gewoon voorbij. Ja, want ik moet ook leven soms. Nee, maar je moet soms... Nee, maar ik moet soms en dan ook... En dan ga je draaien en dan pak je zo'n kat, doe je een beetje zo met die kat. En dan liggen ze lief en dan moet je ook een beetje... Dat doe ik ook! Ja, oké. Ik moet toch nu vertellen wat ik vind? Ja, zeker. Oké, ik zal het meenemen. Nou... Nee. Soms wil ik even mijn vieze was in de wasmand doen. Soms wil ik dat even, dan denk ik, ah, ik heb een vieze was, ik doe het er even in. En loop naar de wasmand. Normaal gesproken. Ja, normaal gesproken, maar vandaag. Nee, maar je hebt dit expres gedaan. Ja, dat is niet waar. Je weet toch hoe een wasbak eruit ziet, of een wasmand? Die ziet er zo uit. Nina legt altijd allemaal kleren op de deksel. En dan, ik snap nog steeds niet waarom. En dan wil ik iets erin doen, en dan moet ik dus die deksel zo kapot. Dus die moet ik dan afhalen, en al die kleren vallen af. 3 BH's en allemaal shirts en zo. Fuck! Dan moet ik dit in doen, dan moet ik de deksel er weer op doen, dan moet ik die kleren er weer op leggen. Ik snap niet waarom je dat zou doen. Het is zo logisch. Je gaat slapen. Ja. Je gaat je tanden poetsen. Ik doe mijn make-up af. Ja. En dan doe ik mijn pyjama aan. Ja. En mijn pyjama ligt altijd in de badkamer. Dus dan doe ik de kleding die ik aan heb gehad die dag. Leg ik op de wasmand, want ik doe niet mijn kleding. Nou, 1 dag dragen gelijk in de wasmand. Want dan raakt die wasmand dus een bodeloze put. Dus dan leg ik het op de wasmand en dan doe ik het soms de volgende dag aan. Maar soms word ik wakker en denk ik, nee, ik heb er geen zin in. Dus dan pak ik wat uit mijn kast. Boring. Maar het verschil is dat het bij mij op de wasmand ligt en bij jou ligt het allemaal naast je bed. Nou, volgens mij liggen we ook genoeg naast jouw bed, hè? Nee, liggen alleen maar kussens. Nee, liggen ook allemaal kleren. Nee. Nee, maar het is nog steeds, vind ik. Ik vind het nog steeds een gekke gewoon. Laat me even in de comments weten of jullie dit ook vreemd vinden. Of leg jij je kleren op de wasmand of niet? Nee, maar het zijn niet vieze kleren die ik op de wasmand. Het vieze kleren doe ik in de wasmand. Nou, wij zijn allebei wel een beetje druk. En wij spreken dan wel eens af, oké, we gaan een date night plannen. Maar we hebben volgens mij 4 weken geleden een date night ingepland. En die is er nog steeds niet van gekomen. Eerst mij even laten uitpraten. En dan ga je zeggen, ja, maar jij zegt ook wel zo. Maar als we even kijken naar ons verleden. It was at this moment that he knew.
He fucked up. Heb jij veel vaker in D-Net afgezegd dan ik? We zijn nog steeds niet met z'n tweeën uit eten geweest. In 4 weken. Jij zegt echt best wel vaak een date night af. Of, dat was gisteren. Dan gaan we met z'n tweeën even kerst vieren. En dan ben ik echt geïrriteerd. En dan gaan we een film kijken. En dan bel jij tussendoor die film. Moet je eerst een video checken. Moet dat ding 20 minuten... Zijn we gewoon midden in de film. Zegt hij, oh, ik moet even een video checken. Duurt het 20 minuten voordat ik mijn film verder mag kijken. Oh, ik moet even met Diede bellen. Oh, hallo. We zijn niet eens uit huis. We zijn gewoon een film. Dat duurt 1,5 uur. En die 1,5 uur heb jij niet even om die film met mij te kijken. Zonder dat je gestoord wordt. Is dat waar van gisteravond? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zal het iets meer... Mag ik er iets op zeggen? Ja, maar je kan het niet ontkennen. Ik ontken het niet. Ja, ik moet wel zeggen dat het in die decembermaand was het wel echt next level. Dat is wel. En het is niet dat dat per se year round altijd. Ja, maar ga dan niet zeggen dat we samen een film gaan kijken als ik die 100 keer word onderbroken. Ja, nee, dat is waar. Dat is goed. Dat is zeker. Dat moet beter dan aankomen. Dan wil ik die film verder kijken. Ja, je hebt helemaal gelijk, lieverd. Ik weet, we zijn allebei nog jong. We zijn 22. En dan, ik vind dat je dan ook gewoon, je moet het leven ook niet te serieus nemen. Ja. Kijk, en op een gegeven moment, wij gaan wel eens op stap. Ja. En als ik op stap ga, ik denk zo 20 minuten voordat ik wegga, dan doe ik even hier en daar wat, dan doe ik even dit aan, dan doe ik even gutje. En dan ben ik ready to go. En dan vertrek ik en dan heb jij bijvoorbeeld een avondje lekker alleen hier zo met de pushjes lekker chillen. Als het andersom zo is, blijf ik achter op een plek waar net een tornado is geweest. Echt 12 natuurrampen zijn geweest. Overal liggen kleren en pakketjes omdat je net iets nieuws hebt gekregen en dan trek je dat uit, doe je dat aan en dan laat je de doos overal liggen. Dan komt er iemand langs die blijft logeren en die gooit ook overal zijn shit neer. Heb ik de was opgevouwen en dan ligt op de bank en dan blijft het daar ook liggen. En dat in combinatie met het feit dat je 12 outfits aandoet voordat je bepaalt wat je aandoet. En dan die 11 outfits laat liggen overal. Nou, dan blijf ik lekker thuis. Maar en dan ik denk heb afgelopen weekend best wel opgeruimd, vond ik zelf, voordat ik wegging. Ja, dat viel echt niet tegen. Maar dan kwam ik vaak thuis en is het opgeruimd. In de heat of the moment is het soms moeilijk voor je om... Ja, maar dan is Uber er al en dan kan ik weg en dan... Jij helpt me ook nooit outfits kiezen. Zeg ik, Kel, vind je dit leuk? Vind je dit leuk? Zeg je ja. Ja, nou, dat is toch ook leuk. Ja, maar dan vind je alle 10 leuk. Daar heb ik niks aan. Oké. Jij hebt een auto. Die moet je vaak aan mij laten lenen. Ja, kijk, wij hebben 1 hier parkeerplaats. Dus we kunnen maar 1 auto hebben. Anders moeten we voor nog eentje huur betalen, bla bla. Ik ga heel vaak naar Groningen heen en weer. Nu moet ik met die stomme trein. Ik mag toch ook een keer die auto lenen? Ik heb nog nooit nee gezegd als jij hem wil lenen. Nee, maar dat kan vaak niet, want dan heb je hem zelf nodig. Maar ja. Dan denk ik, ja, ik heb hem ook nodig. Ja, maar het is op zich mijn auto. Ja, maar dat vind ik oneerlijk. Misschien mag ik die plek wel waar jouw auto staat. Ja, oké, dat is wel... Oké. Dat is toch zo? That is not correct. Hoezo heb je daarmee recht op? Je hebt er niet eens voor betaald. Door de Google-ding is er ook van jou. Je hebt er niet voor betaald. Hey, ja, Google. Ah, die staat op jou ingesteld hoor, meneer Puma. Hey, Google. Net als je Spotify. Vertel hem op. Hoe wist de kip aan de boer te ontsnappen? Hij was een gladde vogel. Mag me nog wel wat vaker masseren. Ik wou dit ook zeggen. Echt? Ja. Maar ik heb het iets anders gedaan. Ik dacht, dat is zo obvious. Ik wil je best vaker masseren, maar dan moet je me ook vaker terug masseren. Ik heb laatst een masseur aan de deur voor je besteld hoor. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat heb je goed gedaan. Oké, dat was mijn korte puntje van feedback. Trouwens, even niet te abonneren op mij en ook op Nina. Ik kook altijd 2 dagen in de week. Dat vind ik niet erg, want Ik vind dat leuk. Ik zou het ook wel eens leuk vinden dat als ik een keertje thuis kom van een draaidag, dat bijvoorbeeld jij zegt, hey lieverd, ik heb eten voor je klaarstaan. En Ik vind het zelf altijd heel leuk om te koken, dat weet je ook. Alleen ik zou het ook wel eens leuk vinden als ik thuis kom en dat ik een keertje eten krijg. Is goed, staat genoteerd. Ik dacht altijd, joh, jij vindt het te leuk om te koken en je vertrouwt mij niet bij dat. Ja, maar soms heb ik ook een drukke dag gehad en denk, oh, ik vind het ook wel lekker als eten voor me klaar staat. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus die extra paar procent in de relatie. Ja. We hebben het hier vaker over, als wij een avondje chillen. Jij beweert waarschijnlijk van... Jij bent met helemaal zenuwachtig. Ik heb het gevoel dat wij, als we iets gaan kijken, voornamelijk, zeg maar, jouw kant op leunt qua voorkeur. Dus dat het dat eigenlijk 9 van de 10 keer... Het leunt echt 9 van de 10 keer jouw kant op, maar als we een film kijken, bijna altijd een film met Adam Sandler en is het grappig en ook een beetje romantisch. Ik kan het prima kijken, maar ik zou het ook wel leuk vinden om eens een keer gewoon echt zo'n echte film dat te kijken en dat jij ook denkt, oké, ik vind het helemaal, de trailer vind ik echt niet zo boeiend. Jij zegt dat het echt een goede film is en dat je hem gezien moet hebben. Ik ga het een keer. Maar mag ik dan wat zeggen? Dat mag. Kijk, als je dan zeg maar gisteren als voorbeeld neemt, dan heb je een film dat als je even 10 seconden mist dat het niet erg is, want het comedy is. Maar ja, omdat jij 10.000 keer wordt gestoord in een film, als dan je een goede film aan het kijken bent. Ja, maar dat is nee, niet... Nee, even je mond houden. Dan kan het wel een hele goede film zijn, maar als je dan 10 keer wordt gestoord, ja, dan ben je er niet uit. Oké, maar dit is nu omdat het nog zo vers in je geheugen zit. Maar wij kijken ook wel eens films dat ik gewoon die hele teringfilm kijk. Ja, wat de fuck.
En dat komt ook omdat ik, ja, het is zeg maar, als het nou echt een zieke film is. Ik wil gewoon eens een keer samen met jou nou echt een zieke film kunnen kijken. Dat we er helemaal in zitten en dat we uiteindelijk als de film afgelopen is, dat we allebei zeggen, what the fuck? What the fuck? Dan wil ik wat is dit ziek? Dan wil ik echt dat je telefoon uitstaat. Oké. Okay. Dames en heren, we zijn aangekomen bij de laatste twee feedbackpunten. Voordat we overgaan op het legendarische moment, ga ik jullie vragen om even te abonneren op mij. Dat heb je gedaan. Ja, maar het gewoon nog een keertje doen. Hé, hey, abonneer even nummer 3. Nu moet je wel. Hey, joh! Dit heb jij zelf ook een keertje gezegd. Ik zou het leuk vinden als je soms iets meer initiatief neemt in dingen in onze relatie. Laat ik er gaan midget golven. Naar de bioscoop gaan. Laten we een rondje wandelen of zo. Ja, wat je bedoelt. Zullen we een rondje wandelen? Ik wil best wel een rondje wandelen, maar dat kan niet, want jij moet nog filmen. Nee, maar dan gaan wij straks even een rondje wandelen. Straks toch een rondje wandelen? Ik zeg toch oké? Okay. Let's go walk een rondje! Ja, ik denk dan soms, misschien heb je dan geen zin in of geen... Heb je, ja, maar dan zeg je wel dat ik er geen zin in heb. Misschien is het raar als ik zeg, laten we een rondje lopen. Zeg je, hoezo zou ik een rondje lopen? Ik ben toch geen hond? Dat is toch lekker? Oké, okay, dan gaan we straks een rondje lopen. Want anders zitten we altijd alleen maar met z'n tweeën Netflix te kijken. Ja, dat is en anders als we uit de deur gaan, dan gaan we vaak naar een event met heel veel andere mensen. Dus dan ben je niet echt met z'n tweeën of zo. Dat is waar. Hele goeie, lekker bezig. High five, troost beloofd. Oké, mijn laatste punt. Nee, kijk, weet je wat? Dit is niet eens zozeer echt iets waarvan ik wil dat je het verandert. Want ik vind het wel. Ik vind het ook wel echt bij jou passen. Oh, die kan ook pijn, liefje. Oh, sorry. Ik vind het ook wel echt bij jou passen, gewoon dit. Dus op zich, vind ik, het karakteriseert je ook wel. Maar tegelijkertijd is het soms echt stront irritant. Als je conclusies trekt. Ik dit ging zeggen. Veel te snel. Stel dat Nina zegt, hey, vind je me mooi zo? En ik ben bijvoorbeeld, ik zeg, ja, en dan word ik bijvoorbeeld gebeld of zo. You so fucking precious when you smile. Iets, of dan ben nee, ik werd een beetje voorbeeld. Oké, okay, go, voorbeeld. Ik heb dan een nieuwe jurk aan en dan zeg ik, vind je van deze jurk? Ik ben gewend van jou dat je altijd zegt, oh mooi. En dan zeg je, niet zo. En dan zeg ik, vind je me lelijk? Dat is, jij springt gewoon meteen naar die conclusie. Maar lekker echt, of als ik bijvoorbeeld, jij hebt gekookt en dan laat ik iets liggen en dan zeg je, oh vind je niet lekker? Oh, kan ik niet maar koken? Nee, maar je eet wel altijd je bord liggen. Ja, oké, okay, maar even als, even ter voorbeeld. Nina kan gewoon, en misschien is dat ook wel een beetje een vrouweneigenschap, misschien wel een beetje. Maar Nina kan best wel goed gewoon conclusies trekken uit dingen die per se niet zo zijn, maar wat gewoon, weet je. Ik ben misschien een beetje pittig. Maar dat vind ik ook wel weer leuk aan je ofzo. Dus op zich hoef je niet per se te veranderen. Het zou fijn zijn als het hier en daar ook eens. Ik moet er zeg maar bio. Ja, je moet gewoon even bewust worden bewust daarvan. Worden van, ja. Nou, op zich heeft het ons sterker gemaakt. Ja. Ik denk het wel. Maar ik wist alles toch al. Ja, maar ik heb ook niet. Ja, maar als er echt iets is, dan zeg je het wel gewoon. Dat ja, zijn we echt, allebei wel. Als er echt een probleem is, dan ben je wel gewoon. Dan zijn we wel daarom gewoon te zeggen, yo, dit moet nu. Vriendin, anders. Dit moet anders. Oké, okay. Love you oh, allemaal. Ja. Niet meer aftrekken op andere meisjes. Doe ik niet. Wel. Ik heb nog nooit gedaan van mijn leven. Hey, het is tijd om te gaan. We gaan een rondje lopen. Joejoe!